Goedemiddag, hier is Breda. Loopt hier straks de toekomstige kampioen van dit voetbalseizoen? Of loopt hij in Nijmegen? Dat is de vraag. Hier is de sfeer daar achter dat hek. Heel groot, heel boeiend, heel blijmoedig. En hij, Henk Kessler, rekent met Joop Munsterman op een succes van de FC Twente hier in Breda. Kessler als voorzitter-directeur van de KNVB en Joop Munsterman als voorzitter van de FC Twente. Beiden zijn geïnteresseerd in succes voor FC Twente hier in deze wedstrijd, deze nacht. In de catacombe, de spelers van FC Twente. Perez, die we net even zagen, ging bij de warming-up als eerste naar boven. Hij was ook de eerste die het woord nam in een kring met spelers. Hij vuurde wat woorden af op de rest van het gezelschap. Perez was hier de ervaren speler. Op dat veld ook Cuffo, die daar vol vuur zijn medespelers toesprak. En de spitsen van FC Twente, maar ook de middenvelders zoals deze Jansen, hebben minutenlang besteed in die warming-up aan het schieten op de reservedoelman Kees Power. En zij passeerden hem doorlopen. NAC speelt in deze wedstrijd met deze spelers. Ten Rauwela, Veher, Kwakman, terug vanaf het middenveld naar achteren omdat Penders geschorst is. Zwaanswijk, Snoil speelt omdat Schilder geschorst is. De Graaf, Van der Leegte, Gorter. En op het middenveld ontbreekt dus Gillissen vanwege een blessure. Voorin hebben we Reuzer en hier hebben we de reservespelers. Reuzer met Leurling en Amoa en de reservemensen op de bank van NAC. Twente dan, met Bosker uiteraard in het doel. Het is zo'n vaste opstelling. Stam rechtsachter, Wiskerov achterin. Rajkovic nu voor de geschorste Braziliaanse verdediger. Dat was Tindalli weer linksachter. Brama, Perez, Jansen op het middenveld. En voorin Ruiz, Gouffo en Stok. En gaan zij scoren? Want zij moeten scoren. Of laten ze dat over aan Perez en aan Jansen? Dit zijn de wisselspelers. Power, Kujicevic, Kwarni de verdediger, Tioté, de nuttige middenvelder. En verder hebben we dan nog de Jong natuurlijk, Parker en Abram. Een lach van spelers die het liefst ontspannen zouden zijn bij deze wedstrijd. Die vol vuur het veld op zullen willen komen. En dat tegen NAC, dat eigenlijk ook moet winnen, wil er nog een prijs te behalen zijn. Een prijs in de vorm van het spelen in de na-competitie. Nou, na-competitie is verkeerd gezegd. Laten we het play-offs vooral noemen. Of internationaal voetbal. Rajkovic, hij speelde dus wel bij de start van het seizoen. Maar had vervelende blessures, heeft toch zo'n keer of zeven wel meegedaan. Plus wat invalbeurten. En nu in deze laatste wedstrijd is hij dus ook van de partij voor FC Twente. 750 gelukkige mensen daar op de tribune van FC Twente zeiden. En hij heeft nooit verheeld dat hij in zijn laatste jaar bij de KNVB in Kessler nogal een tukkershart heeft. De schaal is opgeborgen in een kamertje hier beneden in het stadion. Rajkovic groet zijn aanhang. De leiding van de wedstrijd berust bij Kevin Blom. Langkamp en Sievert zijn er met een vlag. Van Sichem is nummer 4. Ten Rauwela speelde nog een korte tijd bij FC Twente. Dat was in 2003-2004. De Graaf is de aanvoerder bij NAC. En Blom is dus de 36-jarige scheidsrechter in deze wedstrijd. Zij kruipen weer bij elkaar, wachten totdat ook de aanvoerder is. NAC staat al opgesteld.
Nou, zo moet het gebeuren in een omgeving waarin het pijpenstelen regent. Zijn dat straks tranen met tuiten of wordt dat alles vergeten? En gaan we op weg naar de bloemen en de champagne. Perez, ooit begonnen in Maastricht in het Nederlands voetbal. Stoch, een huurling van Chelsea. Bosker, de man van FC Twente. Doe maar, dat zegt Blom. Het is glad. Dat bleek ook even bij die warming-up. Toen Stoch wat op de doel schoot en gelijk onderuit ging. Snoijls, eerste actie was dat. Het is een beetje de vraag. Hoe houdt Dak zich verdedigend? Nu Tenders, toch eigenlijk altijd wel de centrale man bij NAC, ontbreekt. Stoch. Maar hoe belangrijk ook voor NAC deze wedstrijd. Uiteindelijk gaat het om wat zijn formatie hier doet. Zo'n goed seizoen. Misschien toch nog wat weinig doelpunten voor. Zo'n fijne stand. En dan de 34e competitiewedstrijd. En nog altijd volop spanning. 1 punt voor. Dat wel. Winst geboden. Zwaanswijk. Brama en Ruiz. Worden ze kampioen, dan is er veel aan hem te danken. Gorter is een handige speler. Gorter is de meest aanvallende man van NAC op het middenveld, zo te zien. Van der Leegte en De Graaf hebben controlerend werk ten opzichte van PRS en Jansen. Hier moet De Graaf dus ook in de buurt zijn. Rajkovic nu in het centrum van de verdediging. Begonnen met de linksachterplaats bij Twente. NAC, een rijpe tegenstander. Dat wil zeggen, spelers met erg veel ervaring. Stam komt hier vandaan. Zocht naar hulp, kreeg geen fluitje mee. Net zo min als Wisterhof hier gelukkig is. Amoa. Perez en Gouffo. Tindalli. Fijne paas, Ruiz. Op dit veld te ver. Zit door. Zwaanswijk, Kwakman. Speel je in de centrale verdediging met NAC, dan ben je zelden een avonturier. Hooguit bij standaard situaties voorin.
Ook zij beheersen dat overigens, dat rustig schuiven. Alhoewel Amoa dat nu al mogelijk maakte. Jansen. Onderweg gleed Gorter. Stoch. Jansen buitenom. Het kan wel. Goed gedaan van Snorren. Bal achter. Corner. Hij hoopte dat die bal daar ongeveer zou landen. En dan moet je wat geluk hebben. Hè? De kop van Snorren ertussen. Vijfde minuut. Eerste hoekschop. Theo Jansen. En dat drukt op de doellijn. Met name bij Kuvo. Die daar met de Graaf een walsje oefent. Corner, weer. En ze bij de tweede paal. Niet zozeer bij de eerste paal. Amoa bij Stoch. Daar zijn het. In één keer. Veel attentiewaarde voor hem bij die corner. Stoch roept iedereen. Kom maar op. Rajkovic kan komen. Westerhof en weer Rajkovic. Zo zijn we bij de middenlijn. NAC biedt de helft van de eigen helft aan. Daar is het volk verzameld. Jansen. Perez vraagt. Ruiz krijgt. Niet. Weer een corner. Weer zo'n recept. Het zoeken naar Ruiz. Corner recept, Theo Jansen. Niemand dichtbij. Jansen zelf. Jansen. Tegen Van der Leegte op. Ruiz. Achterin Wisscherhoff. Amoa is geen ruimer. Ruiz. Doelschop. Nee, ingooi. Buiten de paaltje. Op wie is het wachten? Gorter. Snoeuw was niet gelukkig met de terugspelbal. Ruiz. Ingooi Twente. Ruiz. Beetje mazzel voor Stoch. Ah, weghaalde Van der Leegte. Ruiz, weghaalde Zwaanswijk. Perez, over. Tindalli uiteindelijk. Dat zijn vernietigende balletjes natuurlijk, zo over dat gras. Met snelheid. En uiteindelijk Tindalli over. Twee man verdringen zich. Rajkovic kopt over. Dat is in eentje. Stam. Duwtje Leurling.
Ruiz. Sliding van der Leegte. Vrije trap tegen hem. Ik zal ongetwijfeld zeggen dat het op dit veld gevaarlijk is. Ja, dat is een vrij logische kennisgeving. Met 83 punten ben je over het algemeen wel zeker van je zaak. Duwtje in de rug van Kwakman. Door Kwakman. Hoeveel? Stam. In een Bredaanse wijk opgegroeid. Feyenoord voetbalopvoeding. NAC-speler. Twente. Op het randje van een kampioenschap nu. Rajkovic als laatste. VR. Zwaanswijk. Snoil. Leuring. De ene dertiger mag blijven, Leuring hoort daar natuurlijk bij. De andere dertiger heeft gehoord dat hij kan vertrekken in Breda, Zwaanswijk. Reuzen zal weggaan, dus die zijn hier mogelijkerwijs aan het laatste wedstrijd hier toe. Zwaanswijk al zo lang hier. Geintje van Snoil die in het veld stond en daar wilde ingooien, maar nu dat toch maar doet langs de lijn. Leuring dacht het te gemakkelijk over. Pires, Ruiz, Twente ingooi. Stam. Valt een beetje hulpeloos. Van der Leegte. Pires. Stam. Koevo vrij. Kan uithalen. Nee, duurt te lang. Pak maar ervoor. Het gezicht van Kwakman verraadde dat hij het gevaar voelde. Even was Koevo los. Handig. Nou, nu dan. Nee, Ter Rauwela. Teres stond ervoor, hij gaf geen krimp. Welke variant zien we dan nu van Twente? Weer zo'n slippertje bij de eerste paal, of achterin? Achterin dus. Rajkovic. Verkeerd op pantoffel bij Kwakman, loopt goed af voor NAC. Reuzen. Heeft nog nauwelijks iets te doen gehad, gekregen. Moppert nu op Blom, dat hij geen vrije trap mee krijgt. Wisselhof liep nog voor. Rajkovic loopt alweer achter. Ruiz. Ja, dit is wel NAC. Rustig in de achterin. De Graaf, Gorter, over de knie, vrije trap. Zo ging hij op weg.
En je hebt van die keepers die die situatie beheersen. Die later reageren dan dat er getrapt wordt. Kwakman voor het eerst mee. Amoa. Twente weer. Laten we niet vergeten, de wedstrijd is een 15 minuten aan de gang. En het is Twente dat aanvalt, aanvalt, aanvalt. De Graaf. Horter. Leuring weg. Stam, nieuwe kant. Tindari. Brahma. Perez gaan. Even een misverstand met Stok. Rajkovic valt ongelukkig. Ja, die valt ongelukkig. En Amoa krijgt een vrije trap tegen. Die stelde zich op, waardoor Rajkovic bij die val lelijk op de grond kwam. Een brute overtreding kun je dat niet noemen. Amoa vraagt dat inmiddels ook aan Kufo. Waarom mopper je zo? Hij kwam ook zijn dugout uit. De man die naast Schreuder zit, die ook bij NAC heeft gespeeld. En nu assistent is bij hem, bij McLaren. Amoa zegt overigens, biedt even een tikkie aan Rajkovic. En die schijnt het te snappen. Twente op 0-0. Ajax door Suárez op 0-1 bij NEC. Maar Twente zal daarmee rekening houden. Dat Ajax scoort, dat Ajax wint. De ploeg zal het zelf moeten doen. Hier winnen bij NAC. VR Kwakman. Hier in dit stadion trekken de tussenstanden voorbij. 14 dagen geleden bij Twente was het verzoek om dat niet te doen. En op dit moment passeert 0-1 van NEC Ajax. Stok. Brahma, vrije trap tegen Stok. En voor NAC is niet onbelangrijk dat Roda nog altijd gelijk staat tegen Willem II. Amoa. TR. Kwakman kon de Graaf niet aanspelen. Hier is de Graaf wel. Stok binnen. Bal binnen. Gevalletje van pech. Heel voorzichtig komt NAC toe aan aanvallen. Amoa. Met Rajkovic. Amoa klaagt. Overduwen door Rajkovic. Stok. Ruiz. Misverstand met Stok. Leerling. Met Wisgrof. McLaren is weer woest. Zodra ontstaat er pijn hier en daar en hij is er de goud uit.
Terwijl er veel voor valt te zeggen natuurlijk voor de actie van Leurik om die bal zo mee te nemen. Het was geen woeste trap. Gorter. Gorter, eerste schot van NAC. Schotje. Brahma, Pires. Stoch gooit naar Tindalli. Terwijl er aan die rechterkant nog weinig vrolijkheid voor NAC is te beleven, met name niet voor Reuzen. Jansen. Amoa. Ver. Oei. Daar ging men hard in. Wie krijgt wat? Wie krijgt wat? Rood. Voor VR. Omdat hij natrapt. Het was een dikkelhard duel. Jansen stevig, VR stevig. Misschien hadden beide vrede met dat duel. Maar... VR moet eraf. Dit is het duel. Vanwege dit of vanwege... Ja, dit is met twee benen ingegaan. Dat is al voldoende. Jansen schrikt zich ook ervan. Het was een loeihard duel. De vrije trap hierna en Ruiz. 1-0 voor Twente. Je kan niet zeggen dat het gebeiteld is. Dat het raak is, dat het kant en klaar is. Maar het is hier in de 23e minuut wel volop feest voor het oosten van het land. Elf tegen 10. Ruiz, natuurlijk Ruiz, met het doelpunt. En zo is het 0-1. De paas, de trap. Snoil die... hem niet onder controle kan krijgen. Het tegendeel is waar voor Ruiz. En ten Rauwelaar is natuurlijk kansloos. Jansen. Betrokken bij het een, betrokken bij het ander. En de basis van hem, het aangeven. En Ruiz zorgt voor jou. Ruiz. Pires. Jansen. PRS geniet. Stam wil meegenieten. Ruiz kan. Ik niet afmaken. Jansen dan. Jansen hard. Ter Rauwelaar. Al blijft hij hem heeft. Ruiz. Oh, zegt Koevo. Was er afgebleven. Eén. Twee. Tegenhouden nog. Jansen. Tegenhouden. Akkoord. Koevo komt. En Ruiz gaat voor en schiet hem over. Tindalli. Winnaar. Opgefokte sfeer.
Hij vraagt, hey joh, dan is er zoiets, hè? En de bedoeling is dat hij dat dan stelt, die vraag aan Blom. En dat komt omdat Blom de bal een paar metertjes naar achteren liet leggen. Bij de ingang. Pech. Stof van dat shirtje. Hopelijk zelfs het dubbel. Inderdaad. Stof met de bal. Kwakman daar tegenover. Voorin niemand. Nooit gekomen, nooit een vaste basisplaats. Of wel eens weggestuurd omdat hij wat te zwaar oogde. En hier betrokken bij het verlies, bij een duel wat iedereen kan verliezen. Waarna Ruiz scoorde. Schoffelen, gele kaart. Rajkovic met Amoa. Zij praten meterslang voort. Kwakman laat de bal liggen. Krijgt namelijk van de kant te horen, ga mee naar voren, laat Snoil trappen. Kwakman voor, Zwaanswijk voor. Hier Zwaanswijk, komt niet omhoog. Kwakman hier. Korter. Bal buiten geweest. Ingooi voor FC Twente. En een beetje defensieve chaos natuurlijk bij NAC achterin. Daar is het georganiseerde chaos. Achter het gordijntje. Beurling. Ruiz, ook daar. Perez, ook hier. Gele kaart. Of laat Blom het bij een beweging naar zijn borstzakje. Hij liet het met een beweging naar zijn borstzakje. Perez is voldoende ervaren om te weten dat het had gekund. Beuzer. Kwakman. Aardig gekopt. Aardig getrapt, maar Twente niet verslagen. Ruiz. Theo Jansen en Stoch. Hoeveel voor? Dat wordt nu belangrijk. Nee, want Stoch krijgt hem niet omhoog. Dat blesseert zich zelfs bijna aan dat doel dat daar ligt en wat gebruikt wordt bij het inschieten van de keepers voor de wedstrijd. Daar. Ja.
Rajkovic, Pérez, Kufo, Brahma, Stam. Drie man achter van Twente, twee man van NAC voor. Brahma met Reuzer. Vasthouden. Reuzer. Een beetje losjes met de voeten. Vervolgens ook nog. Korter. Amoa. Rajkovic. Hield tegen. Amoa met Rajkovic, Kufo, overtreding van De Graaf. Nu een babbel. NAC beraadt zich op eventuele wissels. Zou de Rauwelaar geblesseerd zijn? NAC verloor dan wel van Twente. NAC dat eerder dit seizoen natuurlijk, zoals bekend. PSV liet snuivelen en Ajax op gelijk hield. Pérez, Ter Aurar, moest dit nog doen. Jansen, Tindalli gaat mee, Stoch trekt weg, maakt ruimte, Jansen. Ruimte bij Pérez, Tindalli. Onderuit gehaald door De Graaf. Die heeft net een babbel gekregen en nu een kaart. Van der Leegte is het. We hebben wel dezelfde kappen. Dit is buitenspel geweest van Pérez. Werd niet voor gevlagd, nog voor gefloten. En de kans ging ook te mist in. Door Ter Aurar. Pérez, nu met de vrije trap. Ter Aurar, niet. Ook niet aangeraakt. Tindalli, Kufo, Stoch. Roe is voor, Pérez zoekt de ruimte. Stoch snijdt goed de pas af. Maar dit is geen overtreding, omdat Stoch heel erg bezig was met De Graaf. NAC heeft trieste mededelingen hier ontvangen in de eerste 35 minuten. Want nu komt er eentje bij in de vorm dat Roda voorstaat tegen Willem II. Met deze wedstrijd, ja, met 0-1 achter en met 10 man. Dan moeten de zenuwen wel heel erg gaan gieren bij FC Twente, wil NAC hier succes halen. Of NAC moet tot grote hoogte reiken. Jansen. Kufo. Het was aardig geprobeerd. Niet te hard trappen. En dan hopen dat Ruiz dichterbij komt.
Dat zijn echte kopstoten van die Rajkovic. Tindalli. Stoch. De Graaf. Somber oog is er niet bij. Oh god, ze nu naar de klok kijken voor Munsterman. Van de leegte. Twente heeft de wedstrijd op zak. Dat was zo voor het doelpunt. Dat was zo voor de rode kaart ook. En dat is zo gebleven. Nu het 11 tegen 10 is. Het valt voor het uitzoeken. Jansen Tindalli. Ten Rauwelaar komt weer. En zoals hij eerder in de wedstrijd bewees. Dit soort 1 tegen 1 situaties. Daar heeft hij wel een diploma voor gehaald. Perez kort, toch? De Graaf weg, Jansen hier. Perez bijna achter Zwaanswijk. Bijna telt natuurlijk niet. Ajax zeker op 2-0 inmiddels. Dat staat wel vast. Stoch. Bisschroff. Kuffo. Twente niet op 2-0. Makkelijker, eenzamer kun je natuurlijk niet staan. Maar weer ten Rauwelaar. Maar hoe komt NAC uit de ellende? Dat is een beetje de vraag in Breda. Ruiz. Weer Ruiz. Tindalli. Jansen. Stoch. Stoch. Buitenspel. Leek er net al even op alsof er van buitenspel sprake was in zijn sector. Toen Stoch de bal kreeg. Nu is het zeker. Wisschroff. Bosker heeft tot dusver een makkie. Korter. Zoek het maar uit Stoil in zijn eentje. Vrije trap tegen. Tindalli. Stoch en Tindalli. De echte fijn is er een beetje af. Die zit
wel licht op te roepen. Maar ja, 0-1. En een beetje rondspelen terwijl het dak niet uitkomt. Dan duurt het er nog lang. Daar waar McLaren altijd zegt dat het om 95 minuten gaat. We hebben hier nog 5 officiële. In de eerste, plus een beetje. 45 straks, met ook misschien nog een paar extra. Dus is een stap vooruit meegenomen. Hoeveel? Stam niet. Stop. Amoa. Korte rent hard, krijgt niks. Via Leurling wel. We moeten lang wachten natuurlijk voor die... Ah, is handig. En Jansen kan een kaart in de lucht zien batteren. Nou vindt men natuurlijk in Breda gauw dat ook rood mag zijn. Maar dat is voor zijn overtreding niet erg logisch. Gorter. Zwaanzijk en Leurling wijzen Blom op eerdere gebeurtenissen. Maaskant zou zich wellicht ook in die vorm in de discussie mengen. Gorter even aan de kant. Nak met zijn negende binnen de lijn. Snoil, muur, niet te dichtbij kennen. Muurtje. Van de leegte. Amoa wil omhoog. Hoeveel deed het hoger? PRS, Stoch. Ineens geven? Nee. Stoch? Nee. Wilde niet zelf, terwijl Ruiz en Kuvo er waren voor de combinatie. Hij heeft zich wel eens eerder verbaasd over Stoch. Zo ook hier. Ten Rauwelaar, Amoa. Twente heeft een zuinige voorsprong. Maar heeft een voorsprong in getal op het veld. En staat Borg voor een meerderheid in de wedstrijd. Koevo alleen. En Ajax staat royaal voor. Dus mocht het hier fout gaan voor FC Twente. Dan is Amsterdam bereid tot feesten. Niemand van hen gelooft daarin. En de gang van zaken op het veld riekt er ook niet naar. Het belangrijkste op het veld is dat Twente gewoon beter speelt. Gorter. Met Stoch. Met de bal vooral. Leurling. Rajkovic geeft Stoch op zijn boezel. In boord. Reuzer gooit in. Stoch weet nu dat hij moest werken. Brahma. Stam gaat. Ruiz is aanwezig. Kuvo is aanwezig. Stoch vrij.
ten val gebracht. Een andere uitdrukking past daarop niet. Jansen weer. Nee, Perez. Ruiz. Geen corner zoals hij even aangaf. Kennelijk een beetje mopperen van Wisgerof in de richting van Blom. Amoa trekt nu uit het centrum steeds weg, maar krijgt dan wel Rijkovic in de buurt. Zwaanswijk. Perez. Hoevo. Een aai. Ruiz. Met Kwakman. Bal nog altijd binnen. Ruiz hoopt dat die bal nu over de lijn rolt. Dat gebeurt dan nu en dat is toch een corner. Laatste daad in die eerste helft. Een hoekschop van Jansen. Kort. Nee, dus. En het einde van die eerste helft, waarin Twente op voorsprong is gekomen. Waarin NAC op 10 man is gekomen. En waar de wedstrijd eigenlijk een verloop heeft volledig in het voordeel van FC Twente. Dus die landstitel zou hier voor hen kunnen zijn. En voor hem. Spelers van NAC zijn alweer op het veld. Die van Twente zijn ongetwijfeld in aantocht. Je hebt daar een trap die je op moet als je uit de kleedkamer komt om op het veld te komen. En zij, ja, somber kijken hoeft niet. Je kunt vrolijk kijken, want het moet toch leuk aflopen deze wedstrijd in Breda. En zij, ja, zij weten waarschijnlijk, althans voelen, dat dit seizoen betekent snel na de 34 wedstrijden met vakantie. Cairo is in de ploeg gekomen. Dat is een aanvallende wissel. Voor. Amoa zie ik niet. En Twente komt eraan. Het lijkt inderdaad Cairo voor Amoa. En Twente zal alles bij het oude laten, vermoedelijk. De man van 24 doelpunten dit seizoen, Ruiz dus. En de bevestiging van wat ik net zei. Amoa eruit. Cairo eerst even naar de kant, want ja. Moet ze aan de zijkant spelen. Penders. Gemist bij NAC. De aftrap voor de tweede helft. Cairo, Ruiz en een drukte.
Leuring met Gorter. Tindalli. Jansen. En buitenspel. Is de boel bij NAC nog een beetje opgepept? Of kan Twente vierwielend naar het einde? Naar de schaal. Die houden we in de gaten. Zodra de poort open gaat beneden, dan komt hij ook in beeld waarschijnlijk tevoorschijn. Stam. Wisgerof. Ruiz. Perez. Van de leegte is daar druk bezig tussenin. Wisgerof is weg. Blom, bijna in de weg. Kan er niks aan doen. Voordeel Tindalli. Stoch. Ruiz. Te voorzichtig aan allerlei kanten. Brama. Stam. Stam. Koevo. En naast. Nou, als hij niet scoort vandaag, dan zit hij toch ook een beetje in de herinnering als een man die wel eens een kans liet liggen. Stam voor. Ruim naast. Groningen en Roda hebben ruim afstand genomen in hun wedstrijden. Dus NAC zit op het ogenblik in een situatie waarbij het seizoen voorbij is na deze wedstrijd. En een poging om weer internationaal voetbal te halen zou er dan niet in zitten via de play-offs. Morgenjarig. Vandaag nog een beetje nerveus. Niet zozeer vanwege de verjaardag waarschijnlijk. Als wel vanwege het feit dat het wel goed moet aflopen. Ruiz. Een arm kreeg hij van Snoil. Tindalli. Jansen. Als je al te voorzichtig bent, dan krijg je dit soort situaties. Tindalli bal buiten. Ingooi dus voor NAC. Ruimte om op te komen. En dat heeft hij graag. Nu niet. Perez vrij.
Het is wel een beetje heel erg kalmtjes aan, breekt het lijntje niet. Leurling heeft het veldje rondgelopen, maar de bal slecht zien gaan. Gorter. Misschien een impuls van Pires. Stam. Koevo. Iemand moet erbij komen. Er kwam niemand. Jansen. Goed, over links dan. En weer Stam, toch. Koevo, achter Kwakman. Stam uit Breda. De enige uit Breda die hier dus straks meeviert. Met FC Twente, mocht het zo blijven. Pires, Koevo, Stoch, gaat schieten. Pires liep wel vrij, maar ja, je kunt hem dit soort gelegenheden niet ontnemen. Daar is hij ook wel een succes doorgaan. Handen in het haar hoeft nou ook weer niet. Reuzer. Van de leegte. Leurling. Cairo Leurling. Hij kan niet zijn eentje wel, nog steeds wat. Maar Rajkovic, let op. Dit mag. Dat mag ook. Dit mag ook. Het is lastig voor Ruiz. Korter. Leurling. Leurling geblesseerd. Even een tikje. De man in het midden. Had graag gespeeld. Maar liep dus in de vorige wedstrijd weer eens een gele kaart op. En dat kostte hem deze wedstrijd. De Braziliaanse verdediger. Waardoor Rajkovic hier zijn rentree kon maken. En hier aan de bal kon zijn. Twente heeft natuurlijk weinig spelers eigenlijk gebruikt. Van 23 spelers, maar een heleboel toch slechts voor eventjes.
De basis stond vast. En daar viel niet erg aan te ontkomen. Rajkovic ontbrak door blessures. Toen hij begon als linksachter. En toen bleek Tindalli nog vrij af te hebben. En Tindalli kwam eraan. Kwam erin. En werd er linksachter. Daar waar Rajkovic en Kuiper voorbestemd leken om dat te zullen spelen. Wisschroff. Korter. Elschot krijgt straks nog een gelegenheid om in de ploeg te komen. Vraag je was om geen ketting omhoog. Reuzer gaat eraf. Dat is het afscheid van Martijn Reuzer. Eenmalig international bij NAC. Gewaardeerd, zo blijkt dat dit applaus. Eenmalig international in 98. Op zijn tocht langs de velden bij RKC, maar ook in Engeland bij Ipswich. Dankbare klant in zijn latere periode hier. Maar nu is het voorbij. Wanneer is het voorbij? Wel als je 35 bent. Althans voor Reuzen. En eigenlijk heeft ook Swaanswijk dat bij NAC te horen gekregen op zijn 35e. Hoe vergaat het toekomstig landskampioen? Perez. Ruiz. Stam. Vrij Tindalli aan de andere kant. Wat durf je een paas over afstand? Via Brahma. Rajkovic. Stoch. Hoe zit het met het huren van dat soort mensen? Rajkovic toch. Ruiz. Waar blijft die? Maar dat zijn allemaal vragen die pas beantwoord worden na het feest. Van der Leegte, die we net zagen, heeft natuurlijk ook al aangegeven dat het voor hem gedaan is. In het betaalde voetbal, de nummer 8, daarbij de eerste bal. Een TRS. Hoeveel terug te zien in Seattle. Jansen voor het schot. Ruiz. Buitenom goed. Eén man voor. Bleurling. Pasje achteruit. Om niet buitenspel te staan. Duwtje hier. Voordeel. Twente. Nog eens even ruikt NAC aan een verrassing, aan een kansje. Cairo. Bleurling. En voor de eerste keer in de wedstrijd. Bosker. Bleurling blijft er door liggen. Ruiz ziet het. Speelt uit. Waar ben ik? Ik zie Worsten. Jansen ertussenin. En de vuist van Bosker. Tegen de bal en tegen het gezicht. Daar. Hij zal dus straks voorzitter kunnen zijn van een ploeg die kampioen is geworden. Bij FC Twente is het begonnen eigenlijk in de jaren 65, 66 en daarna. 65, 66 kreeg hij het illustere duo Olijven-Hilbrink. Toen werd de boel opgezet met Kees Rijvers en daarna overgenomen door Spiets Koon. Dat waren mooie jaren van de FC Twente, maar daar kwam geen titel uit.
Pas vorig seizoen leek er glorie in zicht. Met een tweede plaats en een verloren strijd om de KNVB-beker. Maar nu 0-1 voor. NAC, de tegenstander met 10 man. Leuring opgelapt na een blessuretijd. 60ste minuut. En het vermoeden dat FC Twente hier door een overwinning het landskampioenschap haalt in het seizoen 2009-2010. Al te vroeg juist is niet helemaal juist. Is ook gevaarlijk voor Twente. Nog 30 minuten. Ondertussen schiet Ajax nog steeds met scherp. Inmiddels 4 tegen NEC. Dus een foutje hier. En Twente staat voor de ellende. Een balletje ongelukkig tegen de hand. Bij Leuring. Wel Hens. Nou, Boske, voor de spanning is het een leuke trap, maar voor de nervositeit bij de aanhang, al zitten ze maar in de Diekman, niet zo lekker. Buitenspel, Perez. Korter, Perez. Hield wel in met zijn sliding, maar was al onderweg. En bracht hem de stunt op. Cairo zegt, ik sta hier. Het is Zwaanswijk niet ontgaan. Koevo, niet. Stam trapt uit. Koevo, Ruiz, kom bij. Ruiz is weg. Rare bal. Perez was mee en Stoch was mee, maar hij kon daar nooit meer uitkomen. Leurling. Cairo. Leurling krijgt nu nog eens een tikkie, nu maar eens aan de achterkant. Hij moet het wel ontschelden. Het Bredaanse deel van NAC wordt wakker. Bosker. Van de leegte. Stam. Die kant niet op. Toch. Roers bal binnen. Duwtje van Snoil.
Rajkovic, Jansen. Tindalli. Brahma, tikkie van de leegte. Perez gaat er nu af. Het is een bekend verschijnsel, zo rond de 65e minuut, dan kun je dat verwachten. En dat kan vooral omdat TOT nummer 4 op het middenveld van Twente is geweest dit seizoen. Maar met goede optredens eigenlijk een vaste krachtwaarde. Een tevreden schouderklop. Stam. Van de leegte. Stam kan. Kom. Wisselhof. Waarom doet hij dit? TOT, eerste actie. Beren sterk. Tikkies achter elkaar, vindt Blom. En de laatste was voldoende om een vrije trap te geven. 1. Als laatste van Zwaanswijk. Zo'n eentje stuk. En nu weer. Mogelijkheden om te zwaaien. Jansen met de vrije trap. Wisselhof voor. Aan alles worden. Iedereen voorbij. Schot. En weer een wissel bij NAC. Loran komt erin. En nu gaat Tommy van der Leegte eruit. Zo nemen we afscheid van een speler die uit het Brabants afkomstig is, maar ook bij Twente heeft gespeeld. Dat was in de tijd van trainer Van der Rijken. Die niet zo'n gezellige tijd had in Enschede de berg. Van de leegte met applaus weg. En als iedereen zo aan zijn afscheidstournee bezig is, dan moet Twente dit toch allemaal met een glimlach aanschouwen. En met niet te veel zenuwen verder voelen hoe het moet in deze wedstrijd. Maar Maaskant haalt nog wel eventjes Kwakman naar de kant om wat te vertellen. Want waarom zou je helemaal laten ondersneeuwen in zo'n plezierige middag voor Twente, lijkt het verhaal. Kwakman zegt, wacht nog even, nu kan het. Daar is hij. Maar het blijft 10 tegen 11 natuurlijk. Jansen. Maar het blijft ook zo dat Twente niet scoort, behouden ze dan die ene keer. Ondanks de mogelijkheden, ondanks ook de verhouding op het veld. Een bericht dat hier wat opzien baart en wat NAC wellicht wat vleugeltjes kan geven is het feit dat Willem II op 2-2 is gekomen en dat gebeurt bij Roda.
Dat opent weer wat. Voor NAC. Ja, want dit is dan het gevolg, hè? Zoals het er nu uit zou zien. Met de stand nu. En dan betekent dat dat Roda niks extra's krijgt. En NAC wel. Cairo. Korter. Brahma. Altijd draait hij dat lichaam er ook in. En vaak krijgt hij dan een fluitje mee. In dit stadion zou men nu ook naar het bord kunnen kijken waar de tussenstanden verschijnen. En mee kunnen lezen met datgene wat er verschijnt. En dan vooral natuurlijk geïnteresseerd zijn in de stand bij Roda. Twente weet voldoende. Zelf voor, Ajax ook voor. Maar dat is niet hinderlijk wanneer ze voor blijven. Maar wat gebeurt er zoal in Limburg? En hoe veert Roda daarbij op? Die tussenstand komt nu. En iedereen gaat juichen. Play-off, denken zij. Dus waarom zou je dan denken dat Van der Leegte en Reuzen net afscheid hebben genomen? Ze zullen nog een keer aan de bak kunnen. Leurling. Pijn. Na een actie van Wisscherhoff. Stam zegt, ik wacht wel even. Met de bal aan de voet. En hij zegt, speel nou. Wees niet al te vriendelijk. Wat is dat voor een marge die we hebben? Er hoeft maar iets te gebeuren. Een lekker band. En je bent je voorsprong kwijt. Tindalli. Stoch. Stoch. En het is toch raak door Kufo. En hij weet dat zo'n tweede doelpunt heerlijk is. Stoch juist. Hij ging op het succes af. Dit is de opluchting. Ook voor PRS aan de kant. Alles uit Enschede, uit Overijssel en ook wel uit grote delen van het land, omdat de ploeg sympathiek is gevonden. Ook in dit seizoen met goede verrichtingen. Kussen. En nog eens één keer kijken. Tindalli. Stoch. Wil zelf. Trapt zelf. Ten Rauwelaar. En het kale hoofd van de Goevo. Het voorhoofd. Dat toucheerde deze bal. En zo is het. Vuistenballen. En laat de anderen juichen. De trainer weet zijn grote succes. Niet alleen van Twente. Ook van de persoon zelf, Steve McLaren. Loran, Krakman. Topvel!
Overtreding Tielte. Nog eens even. Nog een de jongetje erbij. Zo direct. Om na het applaus voor PRS ook het applaus voor de Koevo te geven. Daar zou het naar uit kunnen zien. Gorter. Nul schot. Stoch. Vanuit een andere hoek. Met hetzelfde plezier. Voor de man die scoort. En voor de aanhang die jaagt. Stam. Tioté. En Tindalli. Roes. Tindalli heeft de lol in. Wilde nog even doen geloven aan een hensbal bij Loran. Of bij Helschot. De Graaf. Cairo. De Graaf misschien. Kwakman zeker. Cairo. En Bosco. Ga weg, camera, zegt hij. Maar dat hoeft ook niet. Dan maar naar deze hoek. Snoil op Wisgrof af. Neurling. Schreuder en de andere assistent van Wonderen blijven redelijk rustig. McLaren is driftig in de weer. En heeft nu kennelijk tegen Kees van Wonderen gezegd, ze probeert het eens in het Nederlands. Komt dan van die goal af. En bovendien. Het is wel wonderlijk dat McLaren kennelijk zoveel nervositeit heeft dat hij alle kanten op wandelt. Elschot. Leurling. Tindalli. Zwaanswijk, Loran. De Graaf, Loran. En Nak komt tevoorschijn. Korter. Overtreding. Blom vindt van niet.
Tiote, Wisserov, Brahma. Leuke actie. Brahma. Stoch. En buitenspel. Kleine 10 minuten nog. Kwakman begonnen achterin. Door de komst van Laurent doorgeschoven naar het middenveld weer. Melschot. Zwaanswijk. Laurent. Lang weg geweest met blessures. De Graaf. Zwaanswijk nu voor. Leurling. Knalt tegen Rijkenvis over. Jansen. Vervelend voor NAC is dat het met 2-0 achter staat en dat Roda weer heeft gescoord. En voor staat en daardoor over NAC heen gaat. In de stand zoals die op dit moment zou kunnen worden opgemaakt. Wissel, De Jong. Stoch naar de kant. Een lach kan hij hebben naar aanleiding van zijn tweede doelpunt waar hij zo'n belangrijke bijdrage aan levert. Van Jonkie. Een jochie van 20 naar de kant. De Slowaak is vervangen door een geboren Zwitser. Uit de Achterhoek. De Nederlandse jeugdinternational De Jong. Die diep in het seizoen. Ah, daar is hij ook. Valt er iets te vieren. We zijn erbij met z'n allen van de leiding van FC Twente. En voor NAC is het treun is inmiddels het bericht uit Limburg. Of er moet hier nog even gauw wat gescoord worden. Het publiek richt zich nu tot al deze mensen. En met name tot de man die met de handen in de zak staat. En de toon zet binnen de KNVB betaald voetbal. Kessler. Die daar al is gaan staan. Onder het mom van de schaal komt zo. Ik sta er al vast. En het NAC-publiek zegt eigenlijk schiet op. Iets schroffer. Duw in de rug. Vrije trap, Twente. Twente aan de bal.
Twente vorig seizoen tweede. Verliezend bekerfinalist. Nu bovenaan in de Eredivisie. Met nog 4 minuten te spelen, officieel. 4,5. En ongetwijfeld er ietsje bij. En dan is het feest. Twente dit seizoen uit de eerste 5 duels. 11 punten, 3 keer winst. En gelijk thuis tegen PSV. En tegen Feyenoord. Uit. En die lange reeks met successen trok zich daarna door. Twente op 21 maart een verschil van 5 punten met PSV. En Ajax kwam toen op 4. En daarna keerde de spanning toch terug naar de overwinning van AZ op Twente op 13 april. Toen kregen we dat kleine verschil met Ajax. Dat is gebleven. Maar het verschil bleef. Twee nederlagen slechts voor Twente. Vele goals van Ruiz. En corner dankzij Ruiz hier. De speler uit Gent. Althans uit Costa Rica en via Gent gekomen bij FC Twente dit seizoen. En de smaak maken. In totaal tot dusver 63 doelpunten van Twente dit seizoen. En van hem 24 daarvan. Jansen, TOT. Haast hoeft niet. Oei. Sneijder heeft geen zin in dat soort avonturen. Moppert nog even in de richting van grensrechter en sluit vrede met Theo Jansen. Afgevloten al. Beurling gaat nu zeggen natuurlijk voordeel, maar ach. Hij is er ook bij. Hij hoort erbij. Eerste wedstrijd dus niet. Laatste wedstrijd dus niet. Maar Kuiper hoort er ook bij en staat er ook bij. En dan hebben we toch eigenlijk alles wel genoemd en gezien hier in deze wedstrijd. Dat de FC Twente tot, je zou bijna zeggen, tot de top 14 behoorde. En de jongen is daar later eigenlijk aan toegevoegd. Parker steeds met wat korte invalbeurten. Carney ook. Kujicevic. Rukavic, ja. En in Limburg is het pleit beslecht over het lot van NAC. NAC is klaar met het seizoen. Mits het hier wonderen laat beleven tegen Twente dan. Daar rekent niemand op. Het is de Twente-hors die straks zal komen. Geen extra tijd, waarom ook. Dat zou slechts door een kiezer worden toegevoegd. Wel wat oponthoud. Maar dan ook weer niet zoveel dat je daarvoor een kampioensfeest hoeft op te houden. Vorig seizoen, AZ kampioen. 34 wedstrijden, 80 punten. Dit seizoen, FC Twente, ongetwijfeld kampioen, met 86 punten. Vorig seizoen, AZ 66 doelpunten voor, FC Twente op dit moment 63 voor. Steve McLaren op de bank bij Ferguson, bij Manchester United, als assistent. Dus hij weet wat feest is. Ferguson op de bank als assistent bij het Engelse nationale elftal, naast Eriksson. Dus hij weet wat ellende betekent. Ferguson. Blom gaat fluiten. Blom ziet namelijk 90 minuten. De staf bijeen. Van Wonderen, McLaren en Schreuder. En op het veld de spelers. Zij die het doen. Zij zullen zeggen, wij lieten het doen. Munsterman die McLaren uit Engeland haalde. Toen hij daar op doodspoor leek te zijn, na een mindere tijd
En veel mindere tijd bij de Engelse nationale ploeg. Vorig jaar tweede, nu eerste, onder leiding van Steve McLaren. 1926, feest in Enschede, Sportclub Enschede, landskampioen. 2010, FC Twente, uit 1965 ontstaan met Sportclub Enschede en Enschedese Boys. En FC Twente, nu, 45 jaar later, de beste in Nederland in de competitie over 34 wedstrijden. Jan Joost. Ja, ja, daar sta je dan. Ter gefeliciteerd, daar sta je dan. Dat is onwaarschijnlijk. Beschrijf het eens. Ja, dat is ongelooflijk. Twee jaar geleden kwam ik naar Twente met de bedoeling om Champions League of Europees te spelen. En nu ben ik kampioen. Ja, zo kan het gaan. Maar dit is toch ook eigenlijk wel behoorlijk terecht, kan je stellen? Ja, denk ik wel. Kijk, we hebben bijna het hele seizoen bovenaan gestaan. Sowieso de meeste weken. En dan verdien je dit, denk ik. En het is fantastisch hoe wij om zijn gegaan met de zenuwen. En ik wil de anderen bedanken die altijd zeiden dat wij het niet zouden redden. Want die hebben ons scherp gehouden. Ja, het was een stevig seizoen, een pittig seizoen. Beschrijf de laatste twee weken is waarin je geduldig moet blijven. Terwijl je weet dat Ajax loert, terwijl je zelf zo rustig moet zijn. Nee, dat klopt. Maar wat ik al zei, hun hebben ons scherp gehouden door te zeggen dat wij niet met de druk om konden gaan. En ik denk dat wij hebben bewezen dat we een fantastisch team hebben die heel goed met druk om kan gaan. En niet voor niks bijna het hele seizoen bovenaan heeft gestaan. Ja, dit was een wedstrijd waarin jullie eindelijk weer eens een keer, vond ik tenminste, vrijuit gingen voetballen. Ja, ja, absoluut. En we hadden natuurlijk mazzel dat, dat hun met 10 man komen. En gelijk daarna de 1-0 maken. Dus fantastisch. Ja, ik weet niet. Wat was dit voor seizoen voor jullie überhaupt? Ja, het was een heel raar seizoen. Voor mij ook een heel raar jaar geweest. Moeilijk jaar. Maar ik ben blij wat, wat we gepresteerd hebben. En dit zorgt toch wel voor een beetje positieve energie van, voor dit jaar. Ja, het zegt ook wel wat, hè, dat dit een warme club is. Waarbij jij ook hele vervelende dingen hebt meegemaakt dit jaar. Heb je er niet over gepraat, maar het is wel zo dat die hele club je dan ook daarmee omarmd heeft en geholpen? Ja, absoluut. De voorzitter en de mensen eromheen en vooral de trainer, die is heel belangrijk geweest voor mij. En die heeft mij vertrouwen gegeven gelijk de eerste wedstrijd dat ik weer in de basis stond. En terwijl ik toch 4 weken, 5 weken niet getraind had. Dus ik wil de club daarvoor bedanken. Landskampioen en Champions League, Theo. Ja, is toch geweldig. Waar komt die schaal op je lichaam? onder mijn voet, denk ik. Ga maar feest vieren. Yo, hoi. FC Twente staat daar voor de eigen aanhang. De meegereisde aanhang. Het is een seizoen wat bepaald leek te worden door PSV. Maar PSV verspeelde in de 20ste ronde van de 34 de voorsprong. 14 wedstrijden voor het einde hadden we dus PSV en Twente gelijk. Met Ajax toen nog op 9 punten. Brahma nu. Ja, Woutje, daar sta je dan, de trotse tukken. Ja, ongelooflijk. Dat is fantastisch. Mijn stem is nu al schor. Ongelooflijk. Kijk even naar de mannen om je heen. Dit is een club die opeens een booming Champions League vereniging is geworden. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Ik denk dat we nu eens Enschede inkomen. Het is zo druk. Het was gisteren al met de reizen. Ah, dat is zo fantastisch. Ze hebben het verdiend. Moet je kijken, man. Oh, top. Dit was een seizoen waarin jullie heel erg constant gespeeld hebben. Waarin de laatste weken je een beetje merkte dat de zenuwen er een beetje inslopen. Opeens was dat weg vandaag. Hoe kan dat? Nou ja, ik vond alleen de eerste helft AZ er de zenuwen waren, maar tegen Feyenoord echt niet gezien en vandaag ook niet. Vandaag een hele goede pot gespeeld. Tuurlijk hebben we met tegen Team Al gespeeld, maar eigenlijk begonnen we meteen heel sterk. Heel veel kansen en onvoorstelbaar. Waarom zijn jullie de terechte kampioen? Omdat we de meeste punten hebben. Dat is meestal zo, maar waarom nog meer? Nou ja, we hebben heel constant gepresteerd denk ik over het hele jaar. Ik geloof dat we 20 speelrondes bovenaan hebben gestaan, dus dat is denk ik heel knap. Als je eerder in achtervolgers hebt en je bent de leading of van de table. Dat is fantastisch. Heel erg knap, denk ik. Wat is jullie grootste kracht dit seizoen? Constantheid. Weinig goals tegen. En we scoren heel makkelijk. Heel veel kwaliteit voorin. We hebben het gewoon fantastisch gedaan. Volgens mij geloof je het niet. Ja, het is zo uniek. Je wil niet weten wat er in Enschede gebeurt. Het is onvoorstelbaar. Nee, want jij woont in de stad en dan de hele week zitten ze je te claimen van Woutje, je gaat het flikken. Ja, wel kampioen worden, weet je. Komt goed. Maar hoe dichterbij het komt, hoe meer zin je natuurlijk zelf ook krijgt. Maar vandaag hebben we het echt top gedaan. Eindelijk kan Wout Brahma eens een keer straalbezopen worden. Ja, dat gaat wel gebeuren, denk ik. Dankjewel, ga feestvieren. Thanks.
Luc. Ja. Gefeliciteerd. Ja. En ook nog speeltijd in die laatste wedstrijd. Zoals je meer speeltijd had dan ook belangrijk was. Ja, ik hoef niet te vragen wat de ontlading is. Hè? Ja, het is geweldig. Prachtig dit. Niet te beschrijven. Gewoon echt. Ga helemaal los hier. Wat moet ik nog meer zeggen? Ja, iedereen had het over de zenuwen, maar jullie speelden zo rustig vanaf het begin. Eigenlijk heel gecontroleerd, aanvallend. Ja, klopt. Ik denk dat er met die rode kaart en meteen de goal erna, ja, was al bijna gebeurd. Maar ja, gelukkig viel die 2-0 snel, waardoor het helemaal klaar was. Op de bank was nog even een beetje stressen met 1-0, maar daarna was het echt helemaal fijn, ja. En de rust is nog even moeilijk, hè? Want je staat 1-0 voor. Ja. Dat is een kleine voorsprong, maar wel met een man meer. Wat moet je doen? Vasthouden of uitbouwen? Ja, gewoon uitbouwen. Kijk, in de eerste helft hadden we het uit moeten bouwen naar 2-3-0 en dat was al helemaal klaar geweest. Maar... ja, we hebben het gelukkig in de tweede helft afgeschaft. En ja, gewoon prachtig dit, prachtig. Twee broertjes de Jong de Champions League in misschien, hè? Ja, klopt, misschien wel. Maar wij sowieso, hij misschien nog niet. Dankjewel. Alsjeblieft. Blaise, congratulations. What a tremendous way to say goodbye. Yeah, really. It's great. It was hard. 1 year like that, playing games after games. And... today we did a good job, really a good job. Describe your feeling. It's hard, you know. We get so hard a game. Sometimes between players it was not easy, and today we forgot everything. And yeah, we're gonna have a nice party tonight. What does this club mean to you? A lot, you know. First title, I will remember always. Could you imagine a couple of years ago that one day you will be the champion and that you were a part of the team? No, really not, but we don't have to forget. The last 3 weeks, I think we compete with the best team, and today I think we deserve also this title. Yeah, you think you deserve it? Why are you the best team of this competition? Because the team win, and we are the better squad, that's it. Now you can travel, you go to the World Championship, then you go to your family. This is an amazing year. Yeah, really. As I said, it was really hard. And, I'm happy it's done. Yeah, you're still so really relaxed, but inside it's boiling. Yeah, of course. You know, it's so much pressure, and now you just have to relax and forget everything. Thanks, enjoy. Thank you. Thanks. Enerzijds de vreugde onderkoelt een beetje bij Nkuvo, de bijna 35-jarige Zwitser. En anderzijds de vreugde bij de 19-jarige achterhoeker De Jong, die in wedstrijd 17 voor het eerst tevoorschijn kwam dit seizoen. Een invalbeurt tegen NAC en die regelmatig verscheen sinds ronde 23. En van de jongen die al op 12-jarige leeftijd bij Twente kwam, Brama. Jan Joos met de volgende. Steve, what a tremendous afternoon. Yeah, fantastic. And 34 games and I think we deserve it. Ajax have been coming, but we've always managed to keep winning. And fantastic for the players, for Joop, Aldo, the club. But especially for our staff, wandering. Alvin Schroeder, the medical team, have been magnificent. You were so relaxed all the time. Were you really relaxed? Come on, Steve. Yeah, it was amazing. The players were so, I thought, too relaxed during the build-up. But they built up. They've got great experience of big games, European games, winning away in Fenerbahce, in Marseille. So that stood us in good stead for this game. And they've held their nerve and... I think we should have scored more goals and they make it difficult, but they've done that all season. What did you notice that they were too relaxed, you say? What was happening? No, their build-up was good. And they started to get nervous the last day, which is always good. And they handled the game well. What kind of season was this for you and for the squad? That's unbelievable. You know, I didn't think we could get any better than last season, finishing second. And at the beginning of the season, I didn't know if we had a team, but we managed to get one. They've grown and grown, got better and better, and they deserve this. They have been absolutely unbelievable. Under pressure, always at the top, they've handled it so well, mentality. What's your secret? I don't know. I have to sit down and reflect and enjoy a few beers, and I may even celebrate my birthday, I don't know. No, because tomorrow is your birthday, so congratulations in advance, of course. Can you tell, you're staying in Holland, right? I mean, this Champions League, you're going to stay. Just celebrate today in this game and the nervous energy I expended on the thing. I just need to enjoy this day and forget about tomorrow and forget about the past. This is for the players, the staff, the club, the supporters, everybody. Thanks, enjoy, Steve. Thank you. Cheers.
En dat was dus de man die als kind lokale schorskampioen was, nu als, eigenlijk als hoogtepunt in zijn trainerscarrière, kampioen van Nederland. Ik veronderstel... Sander, gefeliciteerd. Jij bent al zo lang bij Twente. Jij weet hoe bijzonder het is als een club als Twente kampioen wordt. Is bij jou de ontlading misschien nog groter dan bij die anderen? Ja, ja, echt waar. We tranen stonden nalen aan het lachen van blijdschap. Ja, het is gewoon geweldig. En de eerste keer voor de club en ja, al zo lang aan het voetballen en dan ja, voor de eerste echte keer kampioen. Zo voelde het de meeste. Die laatste 3 minuten, dan sta je in het doel. Eigenlijk weet je al dat je hem hebt, maar ja, de tranen mogen nog niet in de ogen komen, want er kan nog een bal jouw kant op komen. Ja, dat klopt. Dus ja, in muziek komt nog blessuretijd bij. En ja, dan kan het nog heel moeilijk worden hier. Maar goed, we hebben solide gespeeld en terecht gewonnen. Jullie hebben heel lang gezegd van kampioenschap denken we niet aan, wedstrijd voor wedstrijd. Maar in je achterhoofd weet je op een gegeven moment natuurlijk, hij zit eraan te komen. Wat was het moment dat je dacht, Twente gaat kampioen worden, Sander Boske gaat kampioen worden? Nou, nog niet zo lang geleden hoor. Uit tegen PSV, toen we daar 1-1 speelden, toen had ik er echt heel veel geloof in. En ja, het is gelukt. En echt fenomenaal. Mooi slotakkoord. Ja, ik ben nog niet klaar met voetballen, maar het is in ieder geval geweldig. Dankjewel. Kenneth, jullie hebben er lang op moeten wachten en het was zo lang, zo spannend. Maar nu is het zover. Vertel. Ja, we houden het graag spannend. Ik denk ook de eerste helft hadden we al lang af kunnen maken. Alleen, ja, zoals zo vaak dit seizoen houden we het spannend. En op de laatste speeldag kampioen worden is ook wel mooi. Alleen jammer dat het niet thuis is. Nee, het is niet thuis, maar dat maakt de vreugde er niet minder groot om. Ik ben terug en dan zoals ze allemaal wel zijn, of morgen. En ik weet dat het heel stadion uitverkocht is voor deze wedstrijd. Ja, dit gun ik echt alle mensen die bij Twente betrokken zijn. Ik denk dat dit voor hun ook is. Je hebt 4 clubs voor moeten uitzoeken. Bij deze lukt het dan een keer? Ja, bij MVV lukt het niet. Bij die andere 3 ook niet. Nee. Maar het lag niet aan mij. Dat is waar. Hey, dit was een seizoen met pieken en dalen. Probeer het eens een beetje samen te vatten. Nou, ik denk dat we eigenlijk heel weinig dalen hebben gekend. Ik denk dat als je zoveel wedstrijden hebt gewonnen, dat je weinig dalen gekend hebt. De competitie was heel lang spannend, bleef ook heel lang spannend. Ajax bleef maar ademen. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Ik bedoel, het waren ook gewoon echt lastige weken. Ja, maar ik denk dat dat wel kwaliteit van ons is. Rustig blijven, gewoon ons ding doen. En dat hebben we elke wedstrijd gewoon gedaan. En dat is ook frustrerend voor de achtervolgers. Ik ben zelf vaak in die positie geweest als achtervolger en dat is vervelend. En nu hebben we het gelukkig afgemaakt. Ik denk dat het met name een compliment is vandaag hoe wij de eerste helft speel. In zo'n beladen wedstrijd waar je voor het eerst kampioen kan worden. Ja, dat is echt heel knap, vind ik. Ja, want is er in de afgelopen weken iets van jullie afgevallen? Ik heb jullie thuis tegen Sparta gezien, tegen Heerenveen, tegen Feyenoord. Toen was het onrustig, toen moest je zoeken. Vandaag konden jullie vooral in de eerste helft zo lekker vrij uitspelen. Ja, we hebben afgesproken dat wij gewoon vooruit gingen. En gewoon eroverheen en niet afwachten en dat soort dingen. En omdat, ja, vandaag wordt het beslist. Ja of nee, en je hebt niet meer denken van de volgende week en zo. Nee, nu moest het gebeuren en het gebeurde ook. Ja, hoe heb jij dat met die jongens gedaan? Ik bedoel, je bent de oude rot in het vak, je hebt ervaring. Hoe heb je ze daarvoor klaargestoomd? Ja, niet ik alleen. Wij zijn een team en ik ben onderdeel daarvan. En... Ja, maar jij bent belangrijk. Ja, maar daar moet je aan andere mensen vragen. Ja, maar goed, wat is jouw rol? Vertel eens. Ja, dan moet je aan anderen vragen. Dat is, Wil je niet over jezelf praten? Dan mag, je wordt kampioen. Ja, maar... Niet door dat soort dingen. Oké, okay, hey Kenneth, luister. Nu gaat Twente Champions League spelen. Wat ga jij doen? Weet ik nog niet. Ik ga nu op vakantie. En ik heb nog niet met Twente gesproken. Ook dat hebben we bewust zo dat we na het seizoen gaan doen. En ik moet voelen hoe ik me voel in vakantie, wat ik wil. En wat andere partijen willen. Maar wat zegt het hart nu? Nog een jaartje? Ja, maar dat is, vandaag is geen moment om een beslissing te nemen. Nou, is een lekker moment hoor. Ja, maar ja, dat is niet een weloverwogen beweging, beslissing dan. Goed, dankjewel. Dat was Kenneth Perez, de 35-jarige Deen. Begonnen met 2,5 jaar bij MVV en 6,5 jaar bij AZ. Met Ajax, winnaar van de beker. En de Johan Cruijffschaal bovendien ook. Maar nooit landskampioen, Kenneth Perez. Nu dus wel. Vandaar de traan. Een geweldige speler. Erg gewaardeerd. En ook... vaak wel eens aangevallen. En nu is er de vreugde, de vrolijkheid hier. Net zoals we net zagen bij Sander Bosker. Sander Bosker, de 39-jarige speler die al in 1986 bij Twente kwam. De speler toen uit Lichtenvoorde. En hier
beelden. Brahma Jonkie. Pires het baasje. Het baasje zoekt steun bij die jongens zoals Rajkovic. Daar gaat het allemaal om. Zo'n competitie over 34 wedstrijden. Over 34 wedstrijden staat er aan het eind één echte schaal. En die wordt uitgereikt aan de kampioen van Nederland. En dan is het Henk Kessler die felicitaties geeft. En medailles aan de spelers die betrokken zijn bij het landskampioenschap. Zelf een man die afscheid neemt bij de KNVB. En in zijn laatste periode bij de KNVB. Dus de ploeg waar hij bestuurslid is geweest kan feliciteren met het kampioenschap. Daar staan ze. Over het algemeen zijn dansjes van kampioenen die van mensen die het aardig met elkaar hebben kunnen vinden. En die dus deze competitie hier deze keer met 86 punten hebben afgesloten. 27 keer winst, 5 keer gelijk, 2 keer verloren. 63 doelpunten voor, 23 tegen. Geen vaste ploeg uit de, wat in Nederland top 3 wordt genoemd, kampioen van Nederland. Na vorig jaar AZ, dit jaar de ploeg van de man met het bekertje, Steve McLaren. En de speler met de sjaal, de Koevel. 7 jaar Twente, 2 jaar Twente voor de trainer. En vele jaren voor de teambegeleider die net even ook een rondje op de schouders van de mensen doorbracht. Rennes, Tom Rennes. Daar de mensen van het feest. En uiteindelijk is het aan de kampioen, aan de aanvoerder, om met de schaal mee te dansen. Kom maar op. Kessler met het woord. Koevo. Zoals misschien met de schaal wanneer het gejoel van het publiek hier achter de rug is. Nou, daar gaat hij, Joop Munsterman. Het is even zoeken naar de benen. Sterke mannen zijn er genoeg. En daar heeft hij niet voor kunnen oefenen.
Stam met McLaren. En dit is slechts een voorproefje van wat er natuurlijk in Enschede nog staat te gebeuren. Wanneer de ploeg terug is, wanneer de ploeg gehuldigd wordt. Een dagje later en wellicht voor een deel toch ook al vanavond. Aardig tot goed betaalde profs en dan ineens zijn het weer qua jongens. De kampioen van Nederland, FC Twente. En dan is het straks op weg naar de kleedkamer. Nog even vieren met z'n allen. En dan kijken we naar Jan-Joost van Gangelen. Die op zoek is, denk ik, naar de voorzitter van de FC Twente daar op het veld. Maar ja, ik zie ook wel dat hij vraagt van waar is hij nu op dit moment. De chaos is natuurlijk groot. En in eerste instantie denken mensen nu aan feestvieren en blij zijn. En gelukkig zijn en knipogen geven. En daar heeft Jan-Joost nu Munsterman gevonden. En dus praat nu ook de man die voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor het succes van de FC Twente in de laatste jaren. En die hier het hoogtepunt beleeft, het landskampioenschap. Oké, daar zijn we. Ja Joop, daar sta je dan. 2 weken geleden was je al heel erg aan het werk aan een droom. Sterker nog, je had het werk bijna voltooid. Nu is het zover, eindelijk. Nou, ik niet. De jongens hebben het voltooid hè, vandaag. Och, man. Op hun manier weer. Niet zoals Ajax. Boom. 3-0 de eerste paar minuten. Hup. Het gaat weer op de FC Twente manier. Rustig. En dan toch die bal. Hou op. Heeft allemaal geen zin, joh. Nee, het heeft geen zin, maar het is wel mooi, hoor. Het is jouw feestje ook een beetje. Het is ons feestje. Ook jouw feestje, hoor. Oh, dankjewel. Ik ben uitgenodigd, begrijp ik. Mooi, daar hebben we het later dan nog wel even over. Joop, er konden maar weinig mensen mee. Die hele Grolsfest zat chockvol. 18.000 mensen. Kijk even mee, want ze waren echt bloedfanatiek en enthousiast. Want daar gaan we. Dit is tijdens de wedstrijd en dan gaan we winnen. En Twente is kampioen. Moet je kijken, daar ben jij dus niet bij. Er zijn geen spelers, maar dit gebeurt er. Niks op veld. Je kan je hond uitlaten daar op het veld. Oh, fantastisch. Dat is toch ongelooflijk. Er waren nog meer dan hier. Ja, nou, nog veel meer. 18.000 waren er, Joop. Nee, 20. 20? Oh, neem me niet kwalijk. Ja, dat 2000 vergeet ik er weer eventjes. Ik weet. Wat was dit voor seizoen, Joop? Ja, dat is toch onbeschrijfelijk. Alsmaar moeten winnen. Alsmaar winnen. Ik hecht op laatst, ja. Maar ja, 2 verloren, Jan-Joost. 2 verloren. Niet te geloven. Je zei zo dichtbij, je kwam hier vanochtend binnen en je zei van nou, ik weet het niet. Is dat nou bewust geweest? Is dat echt zo hoe je je voelde? Of was het ook een beetje gepaste bescheidenheid? Nee, je zit gewoon vol angst. Je komt hier bij NAC hoor. Ik bedoel, je weet hoe de sfeer hier in het stadion is. Je weet dat ze nog wat moeten kunnen halen. Ja, dan ben je toch tenminste een beetje realistisch en een beetje angstig. Ja, tenminste ik. De spelers niet hoor. Nee, je staat tussen die spelers in, je wordt gejonast, op de schouders genomen. Is het wat dat betreft echt een beetje een familieclub? Maar, hoe zei je, Jan? Is het wat dat betreft ook echt een beetje een familieclub? Je staat er tussenin, je wordt gejonast. Ja, nee. Dan moet je die glimlach zien op zijn gezicht. Je mag best een beetje een trotse vader zijn. Ah, nee, maar het is ook zo. Ik bedoel, we trekken heel veel met elkaar op. Ook met de spelers natuurlijk, tenminste ik.
En ik ben zo blij voor ze. En voor Steve. Kan je niet uitleggen hoe blij ik voor ze ben? Ja, ik kan me ook voorstellen dat je nu denkt, nu landskampioen, dat moet je even op je laten inwerken. Maar gewoon Champions League, hè? Internationale en Chelsea komen naar de grondsvesten. Oh man, meteen die 13 miljoen ophalen. Heerlijk. Ja, precies. Je gaat meteen cashen. Oh man, kom zomaar binnen. Je hoeft niet eens een voorronde te doen. Maar nu gaat het echte werk beginnen. Hè? Ik bedoel, je gaat dat toernooi in. Die spelers vasthouden. Ga ik echt niet op in, Jan-Joost. Dat word ik helemaal gek. Joh. Ga ik helemaal niet aan denken. Nee, echt niet? Nee, joh. Ga lekker feest vieren. Gewoon bier drinken en dan later om de tafel? Nou, één biertje ben ik al dronken, dus gaat niet zo hard, gaat zo hard bij mij. Geniet ervan. Dankjewel. 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 Gefeliciteerd. Ja, het volgende gesprek is met Roy. Is natuurlijk de smaakmaker eigenlijk van dit Twente FC Twente. Een man die al landskampioen was in 2005. Toen nog in zijn geboorteland in Costa Rica. Roy is via België naar Nederland gekomen in zijn eerste seizoen bij FC Twente. Kampioen van Nederland. Felicidades al campeonato holandesa. What have you got on your teeth? Yeah, ahora puse elásticos rojos para acelerar el campeonato. Estaba seguro de que el equipo podía conseguirlo y ahora puedo sonreír y son rojos como Twente. Ja, je zegt, ik wist al dat we kampioen gingen worden. Ik heb een rood op mijn tanden aangebracht. Let's continue in English. I know your English is very good, so everyone can understand right away as we are live. A very good match. You started attacking from the beginning. Yeah, especially first half. I think we did an unbelievable first half. We should have scored more goals, but one day was enough to get confidence for the second half. Even second half was really difficult, but we did our job, win the match, and now we are champion. You didn't look nervous at all. No nerves. That's the way it looked. Did it feel that way? No nerves? Before the match, it was unbelievable nervous, really. But once the match started, everything changed. Nerves were gone. And I had confidence in all my team, in my qualities also. And we did a great job. A dream season for Twente, a dream season for you as well. Yeah, of course. My first season here. And I'm champion, and that team never been champion. Now we are champion, and it's really unbelievable. It's the happiest season I could dream. We spoke each other at the beginning of the season, and you said I want to do really well here, but also I have ambition. Ja, en nu zitten we in de kleedkamer bij FC Twente. Daar staan meestal de kelken, en die zijn gevuld tot op het randje. Dat valt hier nog mee, omdat iedereen zo veel leeg gooit natuurlijk. Klein is toch. En wat te denken van Tiendali. Die toch bij Feyenoord niet mocht blijven. En die nu met de kampioenschaal staat. En zo deelt hij zijn vreugde daar in die kleedkamer bij Twente. Steve McLaren komt daar nog aan straks. Het is trapje op, trapje af. Dat moet hem veel genoegdoening geven. Toch een opmerkelijke carrière. Zelf een middelmatige carrière als speler. Geen grootheid. Dan trainer met successen bij een club. Na leerjaren ook bij Ferguson. En dan met mensen zoals hij, deze Congolees Zwitser. Die natuurlijk vele clubs had gehad en dan ineens is neergestreken in Twente. En daar bij FC Twente 7 jaar blijft. McLaren denkt van, nou, ik blijf nog even buiten. Hij heeft wel een echte consumptie. Met Van Wonderen.
Kees van Wonderen, de voormalige Feyenoorder, die in de trainingstaf met Schreuder, die toch ook hier in Breda heeft gespeeld natuurlijk, de nuttige assistenten vormen. En daar zit Tatu Teo. Kun je nog even herhalen wat je zei? Hebben wij wisselgolf al gemaakt? Maar wil je die doen? Hè? Wel of niet? Okay, hij heeft al gewaarschuwd. Ik drink niet zoveel. Wisselgolf. Anjan Joost is kennelijk ook weg naar Wisselgolf. Ja, dan sta je dan met je schaal. Laat het maar eens even zien aan de mensen thuis. Ja, is geweldig toch? Is mooi toch, zo'n schaal? Beetje raar, Bos. Nice. Isaura. Nice. Is geweldig zo'n schaal. En, we hebben het verdiend met z'n allen, denk ik. Club Twente en ook de mensen en het publiek. Geweldig vandaag. Dus ja, we hebben het verdiend, denk ik. Ja, had je dit verwacht, dat je hierheen gaat en dat je dan vervolgens gewoon met die schaal in je handen staat? Nee, ik had het niet. Ik had het niet verwacht, maar het is alleen maar mooi, denk ik. En ja, we moeten er gewoon van genieten. Ja, want wat is het voor het kampioenschap? Iedereen zegt de constantheid, maar het is toch ook wel wat meer dan dat, deze groep? Ja, zeker. We zijn een hele hechte team en we kunnen heel goed voetballen. En we zijn niet voor niets kampioen, denk ik. Sawa! Wie zeg je gedag? Zijn vriendin, denk ik. Alleen met je vriendin. Ik weet niet. Wie zei je gedag, Ron? Hou ik van mezelf. Nee, kom op. Maar ze weet het wel. Oh, oké. Okay. Hey, gefeliciteerd jongens. Top. Goed, dit was dus de dag waarop FC Twente landskampioen van Nederland werd. Het kreeg definitief gestalte in de wedstrijd bij NAC Breda. Het werd een overwinning zoals noodzakelijk was in deze competitie. Wiskerhof staat nu nog even bij Jan-Joost van Gangelen. Hij geniet ook van dit kampioenschap gekomen als vervanger voor een speler die naar Ajax is getrokken. En nu in dit jaar bij FC Twente de landskampioen en een trefzeker man achterin. Also in Chelsea, also in Slovakia. So. Goed waarschijnlijk. Ja, het zal niet de laatste zijn vandaag, denk ik. Nee, wat was dit voor een middag sowieso, maar ook deze afgelopen weken waarin het zo beslissend allemaal was? Ja, spannend. Maar ik moet zeggen, ja, we zijn er heel goed mee omgegaan. Er is natuurlijk constant heel veel druk op ons gelegd. Vanuit Ajax zijn we constant in de pers en dat soort dingen. En wij zijn als groep bij elkaar gebleven en we hebben gedaan wat we moesten doen. En dat was vandaag gewoon winnen. Wat is dit voor een groep? Ja, fantastisch. Ja, ik weet niet, ik kijk uit naar alles wat er nog gaat komen en wat er nu al gebeurd is. Ja, dat is gewoon een hoogtepunt in je carrière, kampioen worden. En ja, dat maken we daar gewoon mee. Ja, deze groep, je zegt het al, je merkt het hier ook een beetje in de kleedkamer. Heel relaxed, ook een beetje een vriendenploeg, of niet? Ja, dat weet je, dat word je vanzelf. Met name als je zoveel wint en prijzen gaat pakken, dan groei je naar elkaar toe. En ook voor de wedstrijd, dan had je al zo'n gevoel van, ja, dit laten wij niet meer glippen. Want als je zo ver bent gekomen en zoveel punten hebt, dan mag je dat niet meer laten glippen, zo'n kampioenschap. En op een gegeven moment stap ik het veld op en zelf heb ik ook nooit het gevoel gehad van, dit gaan we weggeven. Peter Wisgerhof gaat de Champions League in. Ja, klopt. Ja, is fantastisch. Had ik anderhalf jaar geleden nooit gedacht. Nee, precies, want dat is het een beetje. Je komt hierheen en dan? Wat denk je dan überhaupt? Ja, het was, op dat moment was het een mooie stap. En dan word je in een half jaar tijd word je eigenlijk al tweede. Wat fantastisch is voor de Champions League. Dan denk je, het kan niet beter. En je bent een jaar verder, je bent kampioen, gaat Champions League spelen. En met een bijna record aantal punten volgens mij van 86. En, ja, we hebben dit seizoen twee keer verloren in een heel seizoen. Dus, ja, super. Ja, Amoa heb je tegen gespeeld. Er komt af en toe Suarez langs, een Pantelits, een Toivo, een Koevermans en dan Drogba. Ja, waarschijnlijk. Of Messi, of ik weet niet wie er langs komt. Maar op dit moment maakt me ook niet uit. We gaan eerst heel erg genieten van deze dingen. Het is de laatste wedstrijd. We hebben nu nog een week feest, ik weet niet. Ik zal een week hotel boeken in Enschede en dan zie ik wel wat er gaat gebeuren. Ja, een week van onbeperkte dronkenschap? Want een heel seizoen laat je eigenlijk alles schieten om dit te bereiken. En als je dan bereikt hebt, dan ga ik ook wel los, denk ik. Waarom is dit in jouw ogen een terecht kampioenschap?
Omdat we de meeste punten hebben. Ja, en wat nog meer? Omdat wij over het hele seizoen denk ik misschien toch wel de meest constante ploeg zijn geweest. Neem nog maar een slokje. Dankjewel. Gefeliciteerd nog. Goed, het was hier in de kleedkamer van FC Twente, waar het voorlopig nog wel eens heerlijk cliché onrustig zal blijven. Dan gaan ze naar Enschede, daar wordt logischerwijs ook feest gevierd. En morgen die officiële huldiging. FC Twente, kampioen 2009-2010. Niemand kon ze inhalen, ook Ajax niet. Op één punt hebben ze het geflikt. En als we heel eerlijk zijn, het is wel een beetje een terechte kampioen. Of niet, Umberto?